Pieter Kolder vooraf zei, oké, we hebben een paar keer van ze verloren, maar we hebben geen angst. Dat bleek terecht? Ja, bleek wel terecht, ja. Gelukkig, gelukkig kwam dat uit. En dat heeft alles te maken met de laatste competitiewedstrijd die we tegen ze gespeeld hebben, ook hier in dit huis. Het was een beetje vergelijkbaar, met name een goede start. Daarna kwamen ze iets terug en een goed midden- en eindstuk. En dat was vandaag, het eindstuk was ik niet echt tevreden over, maar dat ligt ook een beetje aan mij. Want ik stel natuurlijk de ploeg samen die daar gaat staan en moet samenwerken. En dat is niet een reguliere ploeg die daar staat. Dus daar moet ik hand voor in eigen boezem steken. Desalniettemin moeten we die ballen niet zo makkelijk weg gaan gooien. Maar 1-0, wat ik van tevoren verwacht had. En ja, dat is goed. Ja, het is toch wel opmerkelijk. Want je kraakt een paar kritische noten over je eigen team. En dan misschien wel over de eigen speelsuit die je opstelt op het laatst. Maar je wint hier met 67-46. Dit was echt een enorm machtsvertoon. Ja, goed. Een enorm machtsvertoon. Wij waren vandaag beter. En de bal blijft rond. We moeten zaterdag weer een wedstrijd spelen. Dus... zij gaan natuurlijk de wedstrijd analyseren, dat doen wij ook. En dan gaan we kijken wat er van komt. Hoe kon het nou precies dat jullie vandaag zo makkelijk speelden? Nou, wij hadden ons natuurlijk goed voorbereid op deze wedstrijd. Net zoals zij dat waarschijnlijk ook gedaan hebben op onze wedstrijd. Alleen je ziet in het begin dat ons lengteoverwicht lekker meespeelt. Zij scoren niet makkelijk. Eigenlijk helemaal niet makkelijk. Nou ja, goed, dan kun je een voorsprong nemen. Dat gaat in de kopjes toch meewerken. Dat is hartstikke positief. En dan kun je dat de tweede kwart nog een beetje uitbouwen. En ook het derde kwart. En je komt eigenlijk helemaal niet in gevaar in deze wedstrijd. En dan is het wel lekker ballen, want dan kun je een keer een foutje voorloven. Ja, en dan zou ik ook zeggen, voor de volgende wedstrijd is er maar één gevaar. Gemakzucht, want voor de rest, op basis hiervan, mag je genoeg vertrouwen hebben. Ja, gemakzucht, onderschatting, dat mogen we niet doen. Maar deze ploeg weet waartoe Grasshoppers in staat is. We hebben niet voor niets 3 keer verloren van ze. En dat zal ons niet gebeuren. Hoewel het daar hartstikke moeilijk spelen wordt in hun hal, omdat met name hun vloer vrij glad is, zullen we daar toch 2-0 willen neerzetten. Ook fijn dat je een paar speelsters hebt die echt het verschil kunnen maken. Absoluut, absoluut. Daar hebben we, op iedere positie hebben we eigenlijk wel een speelster die dat extra kan geven. Waardoor een tegenstander denkt van, nou kunnen we bijkomen. En die gooit dan een bal erin of die zet een goede actie op of zet het spelletje neer. Dat is hartstikke goed en dat is ook het voordeel van dit team. Je zei net Jantine Kraak, beste center misschien wel van de league. Nou, dat heeft ze vandaag ook weer bewezen. Ja, denk ik wel. Ondanks het feit dat ze niet zoveel heeft hoeven spelen. Laat ze gewoon zien dat ze in alles qua center de beste is. Rebounds, aanvallend opzicht, de moves die ze heeft. Het schot dat ze kan nemen, ook van buiten. Dat laat ze ook weer een keer zien. Onverdedigbaar. Je hebt een leuke avond gehad. Ja, op zich wel hoor. Ja, hoewel de kritische noot natuurlijk aan het eind zit. Dat vind ik jammer, met name voor het publiek. Maar het had geen effect meer voor de wedstrijd. Veel plezier bij de volgende wedstrijd. Ja, dankjewel.